Ik denk dat het zeker belangrijk is om 4 mei te blijven houden als herdenking. Juist nu dat er zoveel conflicten in de wereld zijn. Ik ben Jenny, ik ben veteraan en ik sta op 4 mei in de Erecouloir. Ik ben op de Zijne Majesteit Rotterdam naar Eritrea geweest. Van tevoren was het heel spannend, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar uiteindelijk daar was het gewoon net zo werken als dat het elders is. Ik heb daar tijdens het werk mijn man leren kennen. De Erecouloir is de Haag van veteranen en militairen voor de koning. Vorig jaar toen zeg ik tegen Leo van, dat lijkt me wel wat om daar ook eens te staan. Tijdens die 2 minuten stilte zou ik denken aan alle militairen die omgekomen zijn tijdens missies, maar ook tijdens oefeningen.